Ja, dames en heren, welkom. We zijn weer terug in de Efteling en het is heerlijk weer. En in deze video ga ik jullie heel veel geheimen en weetjes vertellen over de Efteling. Deze zijn ontzettend leuk. Wie weet kennen jullie er sommige al, maar ik heb ook heel veel unieke die jullie nog nooit hebben gehoord. Dames en heren, blijf dus zeker kijken. Het is 11:30 en het park is weer in volle bloei. Het is weer ontzettend lekker druk. Wat ook weer open is, is hier de halve maan. En daar gaat het allereerste beetje over. Dit is het logo van de halve maan namelijk. En als we eventjes naar de Vliegende Hollander lopen. Huppatee, dan kan ik jullie vertellen dat deze twee attracties een beetje op elkaar lijken. Ze hebben natuurlijk al hetzelfde thema. En ze leven alle twee in dezelfde tijd. Zo zie je hier ook. In de wachtrij van de Vliegende Hollander kan je het logo van de halve maan zelfs zien. Dat is dit hier bij al dat goud waar je zelf ook de Vliegende Hollander Willem van der Dekken kan zien. Daar slaapt hij zijn goud op en daar zie je dus ook dat logo van de halve maan. Ik ga heel eventjes naar de gondolettes, want daar is ook wat leuks over te vertellen. Ja hoor, daar zijn we bij de gondolettes en ik had jullie verteld dat ik hier wat meer over ging vertellen. De gondolettes die liggen hier in de Siervijver. En nu maken we even een sprongetje naar Fata Morgana. Dit is dat eiland daar wat daar ligt. Daar zou eerst de Fata Morgana komen. Nou, in ieder geval daar hebben ze heel lang naar gekeken. Naar het spookslot zijn ze op zoek gegaan naar een andere bestemming voor een nieuwe dark ride. Toen is de Efteling geïnspireerd geraakt door een attractiepark in Amerika die een dark ride hadden op het water binnen. Nou, toen dachten ze, dat doen we ook wat mee, maar dan in de stijl van 1001 Nacht. Toen werd er een plek gezocht en ze dachten hier op de Siervijver, daar op dat eilandje. Dat bleek wat moeilijker dan gedacht. Nou, ze waren echt wel heel erg begonnen, want wat hebben de gondolettes hiermee te maken? Daar is de ingang van de gondolettes en zou dus de ingang worden van Fata Morgana. Ik leg het even uit. Vanuit dat opstartblok, daar waar nu al die bootjes van de gondolettes naartoe gaan, dan zouden ze een rondje moeten varen, wat de gondolettes nu ook doen, en dan uiteindelijk terechtkomen daar op dat eiland waar dan Fata Morgana is, waar die bootjes ingaan. Dus de gondolettes hebben ze eerst eventjes gemaakt, die hebben ze dat rondje helemaal laten doen en dat ligt zo nog steeds zo. Ze dachten, als we gaan beginnen met Fata Morgana hier op de Siervijver, dan buigen we die om en dan zorgen we dat ze door de attractie heen gaan. Toen bleek het toch best wel lastig om hier via het water een Fata Morgana op een eiland te gaan bouwen. Daarbij was het veel te klein en hoe ga je dat doen met stroom? Dus dat werd het niet. Dat is weer iets wat je kan vertellen als je met je familie in de Efteling bent. We gaan door naar het volgende weetje. En dit weetje gaat over de baron. Ik zoek eventjes een mooi plekje waarop je daar op de achtergrond de baron kan zien. Kijk, hier. Ik loop hier even naar boven. En dan zie je hier op de achtergrond heel mooi de baron. Ja, wat moet ik daar eens over gaan vertellen? Je hebt daar Gustav Hoogmoed en dat is de baron. En die heeft een stem. Nou, dat is logisch. Net als elk mens heeft iemand een stem, dames en heren. Maar deze stem is erg bijzonder. Want dit is een baron, maar degene die dit inspreekt is Paul van Gorkum. Wellicht zegt deze naam jullie wat. Dit is namelijk de baron van Bassie en Adriaan. Deze vent, dames en heren. En die spreekt dus ook hier de baron in. Heel grappig. Dus twee personages eigenlijk van hetzelfde. Alle twee een baron, maar alle twee ook weer compleet anders. Voor het volgende weetje lopen we even terug naar Ruigrijk. Want ik sta hier nu voor de Python. En wat leuk is, in de jaren 90 wilde de Efteling een nieuwe achtbaan. En eerst werd gedacht aan een soort uitbreiding van de Python. Een soort Python XXL. Nou, uiteindelijk is die uitbreiding van de Python niet gekomen. Maar heeft de Efteling gekozen voor meer een sprookjesthema. Ook niet hier, nee, aan de andere kant van het park. Dan vraag je je af, waar? Daar ga ik nu naartoe. En wat wilden ze daar neerzetten? De heksenketel. Een nieuwe achtbaan van de Efteling. Nou, dat is er niet gekomen. En waarom, leg ik jullie nu uit. Dat is hier in Rijsrijk. Hier in Rijsrijk wilden ze die heksenketel gaan bouwen. Hier waar de vogelrok nu staat. In plaats van de heksenketel is er uiteindelijk gekozen voor de vogelrok. Uit de sprookjes van 1001 Nacht van Sinbad. Die 7 reizen maakt. En Sinbad's wereld is nu ook natuurlijk hier. Een van die reizen is met vogelrok. Maar waarom is het eigenlijk een indoor achtbaan? Dames en heren, deze achtbaan die zou aan de snelweg komen. En ook vlakbij mensen hun huis. Dus dat betekent dat ze last zouden gaan krijgen van die achtbaan. Ook was er in de wereld toen net de allereerste binnen achtbaan, dus ergens in als een soort dark ride achtbaanachtig. Nou, dat beviel heel erg goed. Daarna kwamen ze met de vogelrok, omdat het daar dus in een ander land zo goed werkte. Nou, dat zijn weer een paar nieuwtjes die je erbij hebt geleerd. We gaan nu heel snel door naar het Lavendelaar. Daar zijn wat leuke geheimpjes en dan gaan we naar in den oude Marskramer.
het Lavendaar en ik sta hier voor het leerhuis. Hier is een heel grappig weetje. Er is namelijk een laaf die is hier aan het tekenen, stiekem in de les. En wat hij tekent is ons, als wij hier staan, hier op dat trappetje, als wij hier staan. Dit is die laaf met dit mooie witte haar. En hier zie je op de grond een tekeningetje liggen. Dat betekent dat deze stoute laaf stiekem aan het tekenen is. En wat hij tekent is inderdaad ons die hier door het raam heen kijken. De andere laven zijn wel gewoon netjes aan het werk, behalve die ene hier tegenover ons, die doet ook nog iets grappigs. Dat is deze jongen en wat hij heel af en toe doet als hij ons ziet, is tegen het raam aantikken en dan ook nog eens zijn tong uitsteken. Kijk, daar steekt hij zijn tong uit en ook naar ons, daar komt hij. Steekt hij zijn tong uit. Oh, zie je? Hier tikt hij tegen het raam en hij steekt zijn tong uit. Dus dat is een beetje een deugnietje natuurlijk. En dat zijn ze dan alle twee wel een beetje. Die met dat witte haren en deze met deze oranje haren. We gaan door naar een ander weetje die ik dus al een keertje heb verteld. Die is heel leuk ook. Dit is een heel grappig ding. En als je hier oversteekt op deze brug, oh, kom je hier. Bij dit huisje, en vroeger was dit een bar in de Efteling waar ze drinken verkochten, waar je kon zitten en die hadden ze ook hun eigen drankje, een lavendrankje. Maar dat lijkt me wel leuk als ze dit weer opengooien. Dat hebben ze nu veranderd in een soort werkplaats, maar vroeger heette dit het Lurk en Limoenhuis. Dat staat hier nog steeds boven, jammer dat ze dat weg hebben gehaald, maar nu is dit een soort werkplaats van de laven. Dat horen jullie wel, maar vroeger was dit dus een barretje, hier zat dus ook echt een barretje in, wie weet staat het er wel nog steeds. Vroeger was de oude ingang hier, nou niet in het land van Laaf, het land van Laaf was toen de speeltuin waar het allemaal mee is begonnen. Is plat gemaakt, een paar dingen zijn wel bewaard, maar hier was vroeger de ingang, hier bij Villa Volta Ravelijn ongeveer. De Droomvlucht heeft dat nog meegemaakt, het is al best een oude attractie, maar vroeger op de plek waar Ravelijn was, hier een plattegrond daarvan, had je de ingang van de Efteling. Daar was de parkeerplaats en ontzettend grappig, toen had je daar het Witte Paard en echt heel lang geleden, toen de Efteling net begon met hun speeltuin, sportpark, noem het maar op, heette dat het Theehuis en dat was voor ouders om te kijken naar hun kinderen die aan het spelen waren nu waar het land van Laaf is. Dames en heren, nou dat Theehuis dat is uitgebreid en dat is groter geworden en tot wat het nu is het Witte Paard. Zoals ik had gezegd daarnet, zouden wij naar in den oude Marskramer gaan. En in deze souvenirswinkel is een heel grappig geheimpje. Ik heb hem nog nooit van iemand anders gehoord. En ik vind hem heel leuk. Als je hier rechtstreeks de oude Marskramer binnenloopt, het souvenirstentje, bot je tegen het kasteel van Doornroosje aan. En daar heeft het mee te maken. Zien jullie dit prachtige kasteeltje in dat boek hier? Heel mooi. Daar is wat leuks mee. Hier zie je ook het verhaal in dat boek van Doornroosje. En je kan Doornroosje zelf ook zien in dit kasteeltje. Hier bij deze toren zitten drie raampjes. Aan hier een kant en hier een kant. Als je daar doorheen kijkt, zie je heel klein Doornroosje liggen. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Kom maar mee. Hier. Daar ligt het. Ja, het is echt, jullie hebben het gezien, ze ligt hier dus in. Ik denk dat jullie dit niet wisten. Voor deze geheimpjes van de Efteling moeten wij in het diorama zijn. Er zijn namelijk heel wat Efteling-karakters verstopt. Ja, ik weet er een paar uit mijn hoofd. Als ik ze allemaal wil laten zien, moet ik dat echt even opzoeken. En er zitten er heel veel hier. En Hollebolle Gijs zit er ook in. Anton Pieck zit hier. Vrouw Holle zit hier. En het ballonnenvrouwtje zelf. Welke er ook nog eens zit, is het spoormannetje bij de traptreintjes. Ja, hier staat dat spoormannetje van de traptreintjes. En als we een stukje naar rechts gaan, dan kun je zelfs Anton Pieck spotten hier in het diorama die dit landschap aan het schilderen is. Daar, als ik daarop inzoom, daar zit Anton Pieck. Nou, hij lijkt er inderdaad heel erg op zoals je ziet. Zoals ik zei, heb je ook hier vrouw Holle. En dat is als je tussen deze twee kerken inkijkt. Ik zoom er meteen op in. En uptee, daar heb je vrouwtje Holle uit het raam. Ook is hier in het diorama een kermis gaande. En wie moet er op dat kermisje rondlopen? Het ballonnenvrouwtje natuurlijk. Ook hier zoom ik weer meteen op in. Daar is een kermis. En dan heb je dus daar het ballonnenvrouwtje. Daar is de ingang van het diorama. En als je dus hier naartoe loopt, dan kom je dus hier en hier ergens verstopt zit Hollebolle Gijs. Zoeken jullie mee? Daar. Dames en heren, daar hebben we Hollebolle Gijs aan het lopen nog wel. Als wij hier op het reizenrijk aan zijn gekomen in Simbad's wereld, wil ik jullie nog één heel belangrijk detail vertellen. Hier voor Sirocco zien wij Simbad zelf in zijn boot. Ik laat het even zien. Daar staat hij, onze Simbad, hier in zijn boot.
En daar zie je een lange veer. Ja, Simmand heeft in zijn boot een ontzettend lange veer. Maar waar komt die veer vandaan? Nou, wat gokken jullie? Die is van Vogelrok. Die heeft hij van de Vogelrok af. En dat is een van zijn reizen, een van zijn 7 reizen. Dat hij natuurlijk aan de poot van Vogelrok hing. Dan zou hij wel een veertje mee hebben genomen. Dames en heren, dit was het allerlaatste nieuwtje. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik ga hem afsluiten. Ik heb voor jullie weer heel het park afgelopen voor deze weetjes en geheimpjes van de Efteling. En nu kan ik eindelijk even rusten in deze heerlijke stoel hier bij Kaspa. Dames en heren, dat was het weer. Volgende week ben ik natuurlijk weer gewoon terug dinsdag om 6 uur op dit YouTube kanaal. Vergeet niet te abonneren en te liken. Vonden jullie dit nou een leuke video? Laat dan ook even een leuke reactie achter natuurlijk. En dan zie ik jullie volgende week. Tot de volgende en houdoe!